Pardon. Om mijn inkomsten aan te vullen, heb ik besloten om mijn ziel te verkopen aan de commercie. Voor een extra grijpstuiver doe ik alles. Dus ik heb besloten om een groot winkelbedrijf te gaan promoten. In mijn geval heb ik besloten voor de Aldi. Want ik koop alles bij de Aldi. De Aldi is een prachtige winkel. Prachtig! Zulke leuke cashiers ook. Dus ik ga even hun producten promoten. Dus wat ik van hun dan in huis heb. Totdat ze besluiten om mij een vast maandsalaris te geven. En dan ga ik het echt professioneel promoten. En dan sta ik ook op hun website en zo. Maar voorlopig doe ik het even zo. Eens even kijken. We hebben hier onder andere. Ik weet dus de prijzen niet. Want ik krijg nog geen professionele support, dus ik weet niet wat het allemaal kost. Hè. Maar ik heb hier Trader Joe's Macadamia. Macadamia. Van, en dat is droog geroosterd en gezouten. Ik bedoel, en 150 gram, hè? Droog geroosterd en gezouten. Wat vind je tegenwoordig nog droog geroosterd en gezouten? Voor 150 gram. Niet waar? Dus dat is een koopje. Dat heb ik heel goed ingepakt. Kijk maar. Zie je? Dan hebben we verder. Melkpraline. Dat is 1, 2, 3, 4, 5. 5 repen melkpraline. En het kost niks. Ja, het kost wel wat, maar goed, ik word ook niet gesponsord, dus ik weet de prijs niet. Hè. Wat hebben we verder? Dan hebben we nog meer chocola. Toevallig hou ik erg van chocola. Dus ik heb hier de Abionta. En dat is Belgische chocolade. Of op zijn Belgisch, chocolat Belge. Praline. 200 gram. Kost ook niks. Ja, ik weet niet precies wat het niet kost. Omdat ik dus weer niet gesponsord word. Goed. Dan hebben we de dagelijkse gebruiksproducten. Zoals dit. Half volle houdbare melk. Kost ook niks. Tenminste, kost niks. Wat hebben we verder nog? Hier. Sinaasappelsap. 6 flesjes. Lekker. Dit is misschien 1 liter. Nee, het is 2 liter. 2 liter sinaasappelsap. Kost niks. Ja, kost wel iets, maar goed, zei dat wel. Verder. Ook voor luxe producten kun je terecht bij de Aldi. Bijvoorbeeld dit. Ja. Even laten zien. Hier, zie je dat? Zie je dat? Dit is, wat is dit? Nou, in elk geval is het houdbaar. Maar ik liet het zien. Kijk, ik zeg, ja, dat is beschimmeld. Zie je dat? Dat is beschimmeld. Doe je met korting? Nee, dat deed ze niet. Zie je? Dat is het principiële karakter van de Aldi. Zie je? Eenheidsprijs. Geen gezeik, betalen. Schimmel of niet, maakt niet uit. De vaste prijs. Kijk, en dat is karakter. Dat is karakter. Dat is karakter bij de Albert Heijn. Hè? Geef ze meteen korting. Hij is beschimmeld. Tuurlijk, ja, je krijgt voor niks mee. Nee, niet bij de Aldi. Kijk. En dat is hun sterke kant. Tenzij zij mij gaan betalen voor mijn werk en dan hebben ze ineens een nog veel sterkere kant. Zo. Trouwens, de check kost ook niks. Kost ook niks. Maar dat was het. Hey, bedankt voor het kijken. En ik zou zeggen, kom weer eens kijken als ik wel betaald word. Ja? Doei.